119 mensen werden aangehouden. 7 komen er uit Nederland. De rellen werden in de Belgische media flink uitgemeten. Een veldslag zou het zijn geweest. Volgens de burgemeester van Brugge waren de Willem II supporters zo te herkennen. Zij steken daar niet onder stoelen of banken. Zeer duidelijk aanwezig had. Wat hebben de supporters van Willem II daar nou te zoeken? Nou, ze hebben een vriendschapsband met de supporters van Antwerp. En gisteren stond er een beladen wedstrijd op het programma. Na 13 jaar is Antwerp weer terug in de Belgische Eredivisie. En speelden ze voor het eerst weer eens tegen rivaal Brugge. Het werd de risicomatch van het jaar genoemd. En daarom was er 800 man politie op de been. Brugge wordt weer gesteund door supporters van ADO Den Haag. Volgens Belgische media probeerden de harde kernen van ADO en Willem II elkaar te treffen. Maar ze stuitten op de politie. Onderweg zouden de supportersclans schade hebben aangericht aan bomen, etalages en andere voorwerpen. Alle 119 supporters moesten zich identificeren. Daarna zijn ze vrijgelaten. De politie wil nu zoveel mogelijk beelden hebben. Nou, de politie gaat de beelden bestuderen om te kijken wie wat gedaan heeft. En zo komen we dan ook achter wat de rol van de Willem II supporters geweest kan zijn.